Oké, okay, Dimitri Vegas en ik gaan zo meteen een aantal bekende filmfragmenten supersnel naspelen. Goed, Jan, we laten gewoon jou kijken naar onze scènes. En op het einde van deze, ja, laten we het ons noemen, reenactment, ga ik aan jou vragen welke filmscènes je gezien hebt. Oké. Okay. Dames en heren, wees een beetje joviaal voor ons. Dimitri is een beetje zenuwachtig. Dimitri, ben je klaar? Wat moeten we? Oké, okay, goed. Jan, jij bent klaar? Ik ben er klaar voor. Alvin, start de tune. En actie! Obi-Wan never told me what happened to your father. He told me enough! He told me you killed him! No! I am your father. Oh! Okay, cut. Okay, zijn jullie er klaar voor? Ja! En actie! You look terrible. You need to eat. I need you to rest well. A month from now, this Hollywood big shot is gonna give you what you need. It's too late. They start shooting in a week. I'm gonna make them an offer they can't refuse. Cut! Thank you. Okay. Little pigs, let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin, but then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. Zit jij daar ook altijd niet door, zot? Ik heb het gevoel dat jij wat te weinig tijd hebt gehad om te kleden. You want a chocolate? I can eat a billion and a half of these. My mom always said, life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Thank you, well, and go! Okay, and actie!
Come on. No thanks. Cut. Iedereen klaar en actie. Woo! I hope it wasn't a masterpiece. Not now. Can I help? Just make it wet. Oh. And cut. Second. Thank you. Nou, mijn oren ligt. Gustaaf, we gaan dat nu bakken en dan mogen we dat meenemen voor uw interieur. Oké, hier gaan we weer. En actie! Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for. World famous Jackrabbit Slim Twist Contest. Here's the first contestant. What's your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fellow here? Vincent Vega. All right, take it away. It was a teenage wedding and they all die eigenlijk wel wat langer mogen duren, hè? Oké. Iedereen maakt zich terug klaar. En actie. Ja. You want to know how I got these scars on my face? Ah. My father was a drunk. Ah. And a fiend. And one night, he goes off. Crazier than usual. Mommy runs for the knife, trying to protect herself. He doesn't like that. Not one bit. And me watching. He walks up to her with the knife. Laughing as he does it. And then he walks up to me. And says, why so serious? Walks up to me with a knife. Why so serious? And cut! Woo!